Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video wil ik met jullie een nieuwe limited editie van Catrice uittesten, namelijk de collectie Pearl Glaze. Deze collectie ligt tot begin december in de winkel en ik heb daar een aantal producten van gekocht en het leek me leuk om deze samen met jullie uit te gaan proberen. Dus mocht je benieuwd zijn of het de moeite waard is om voor deze collectie nog naar de winkel te gaan, mocht je hem al niet hebben aangeschaft, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, ik zal even beginnen met wat meer informatie te geven over deze collectie. Catrice wil met deze collectie moderne looks creëren in het koude seizoen. De items zouden geschikt zijn voor zowel een alledaagse look. De looks zouden geschikt zijn voor zowel alledaags als voor stijlvolle gelegenheden. Als kers op de taart zitten de producten echt in prachtige verpakkingen. Ze willen hiermee ook uitdragen dat het een collectie is die er niet alleen mooi uitziet aan de binnenkant, maar ook aan de buitenkant. Het is eigenlijk een echte blikvanger. Ik heb zelf 3 producten uit deze collectie gekocht. Er zaten namelijk ook nog gezichtsjuwelen in. Die kun je dus gewoon op je gezicht plakken. Met strassteentjes en dat soort dingen. Maar er zat ook nog een heel erg mooi highlight palet erbij. Maar die heb ik helaas nergens kunnen kopen. Die wilde ik wel heel graag hebben, maar die kon ik gewoon echt nergens vinden. Ik zelf heb het oogschaduw / blush palet, die er zo uitziet. Echt prachtig met de diamantjes. Deze heeft de naam gekregen C01 Joyful Shimmer Dream. En ik zal hem eventjes laten zien. Hij ziet er zo uit. Ik zal hem ook gelijk even swatchen. Ik zal even beginnen met de blush. En dan eventjes de 4 oogschaduwkleuren ernaast. Dit is dan de swatch van het hele palet. Je ziet de oogschaduwkleuren niet heel duidelijk. Maar dat kan natuurlijk met het aanbrengen heel anders zijn. Ik zal even de swatches weghalen, want anders dan kan ik niet de lipsticks laten zien. Want ik heb dus ook 2 prachtige lipsticks. Die prachtige verpakkingen hebben. Namelijk shimmer verpakkingen ook. Echt met die glitters en zo. Ik heb deze in de kleur C01 Magic Moment. Dat is een roze kleur. En je ziet ook heel duidelijk hoe mooi die glitters zijn die erop zitten. Echt heel mooi. Die zal ik gelijk even swatchen. Die ziet er dan zo uit. En ik heb dus ook nog de paarse kleur. Die heeft de naam C02 Kiss O'Clock gekregen. De verpakkingen zijn verder hetzelfde. Ook deze heeft weer wederom prachtige glitters. En ziet er zo uit. Met de swatch. Ik heb de paarse kleur zelf al gebruikt. En ik zal even een foto in beeld neerzetten van hoe het eruit ziet als ik die draag. Want ik ga bij deze look de roze kleur gebruiken. Goed, ik zal eventjes mijn haarbandje indoen en jullie wat inzoomen. En dan gaan we gewoon eens even kijken wat de producten voor mijn gezicht doen. Wat ik zelf een beetje jammer vind, is dat dit palet geen spiegel heeft. Dus ik heb er even een losse spiegel bij gepakt. Dus mocht je me naar beneden zien kijken, kijk ik dus in de spiegel. Omdat die er dus niet bij zit. We gaan beginnen met het aanbrengen van de blush. Ik neem een heel klein beetje op de kwast, want ik heb het idee dat die best wel intens zal gaan zijn. Aangezien de swatch er best wel goed uitzag. En ik dip hem er nu een beetje op. En dan zie ik inderdaad dat je niet te veel moet gebruiken. Want je ziet hem eigenlijk direct al op je gezicht komen. Dus dat vind ik ook prima. Zodat ik niet te veel pak. Dus ik hoop dat ik het aan deze kant ook goed doe. Kijk, hij is best wel heel erg roze. Dus ja, wat dat betreft is de pigmentatie van de blush wel heel goed. Je kunt hem nog een beetje uitblenden, maar ik zou dus aanraden om deze een beetje rustig aan te brengen. Want anders denk ik dat je echt hele rode wangen gaat hebben. Dus die vind ik eigenlijk best wel heel erg mooi. Dan gaan we nu ook gelijk door naar de ogen. Ik zal jullie gelijk ietsjes meer inzoomen, zodat jullie een beetje ook het zicht hebben. Ik ga beginnen met het transitiekleurtje met deze kleur. En die ga ik gewoon aanbrengen op in mijn arcadeboog, meer als transitiekleur. Gewoon even kijken wat dat doet. En ik zie hem eigenlijk heel licht tot zijn recht komen. Het is niet dat hij heel zwaar is of zo. En op zich is dat ook prima. Want ja, als je gelijk een hele zware hebt,
zie je de andere kleuren niet meer. Maar er had wat meer pigment in mogen zitten. Maar ik denk wel dat deze kleur heel mooi is om aan te brengen ook bij de arcadeboog. Nou, om nu echt wat meer kleur te creëren, ga ik met de bruine kleur aan de gang. Dat is deze. En die ga ik dus daar overheen aanbrengen voor wat meer diepte. En ik pak hier altijd een beetje een puntig kwastje voor, omdat ik dat zelf heel fijn vind werken. Dus, en die zie ik meteen. Die zie ik meteen tot zijn recht komen. Hij is wel een beetje meer een glans. Maar dat vind ik bij deze niet erg. Je moet hem wel een beetje opbouwen om echt een goede kleurpigmentatie te krijgen. Maar hij ziet er eigenlijk wel heel erg mooi uit. Nou. Ik moet zeggen dat ik ook vaak een beetje het spannend vind. Omdat ik in het verleden wel eens collecties van Catrice heb geprobeerd die ook gewoon minder mooi waren. Omdat ze niet zoveel pigmentatie hadden. Nou, dan ziet dat er zo uit. Ik ga dit natuurlijk eventjes blenden. Ik doe het niet te hard, want ik ben bang dat ik het dan allemaal wegveeg. Maar op zich is het als basiskleur hartstikke leuk. Dan ga ik in de buitenste ooghoek met de paarse kleur aan de gang. Ik ben wel heel erg benieuwd of dat een beetje werkt. Misschien is het wel te overheersen, maar ja, goed. Ik wil dan toch alle kleuren uit het paletten gebruiken. Ik druk deze er meer een beetje op, omdat ik merk dat er niet gelijk een heleboel pigment afkomt. Ja, hij heeft echt wat opbouw nodig. Het is niet gelijk dat je zegt van, wow, ik heb een pigmentje. Daar word je warm van. Maar je gaat hem wel zien uiteindelijk. Alleen het kost even wat moeite. Oké, dat is goed. Nou, donkerder dan dit gaat het niet worden, maar dat zien we uiteindelijk wel. Ik ga dit ook een klein beetje blenden, maar meer een beetje ronddraaien. Zodat ik het niet allemaal wegveeg, maar meer de harde lijnen eruit zet. Dan zit hij er nu bij deze niet heel erg in, omdat hij wat moeite had om op te komen. Nou, dan ga ik op het bewegende ooglid ga ik de roze kleur aanbrengen. Ben ik ook wel benieuwd naar. Dat is wel een heel licht kleurtje. Het is niet dat hij heel pigmentvol is. Maar met een beetje opbouw is hij op zich wel heel leuk. Niet te veel doen natuurlijk, want anders dan heb ik weer het heel overheersend. En dat wil je niet. Dan zit dat er ook op. En dan ga ik toch nog een keer met die lichte kleur de binnenkant van mijn ooghoeken doen. En even mijn wenkbrauw bot. Omdat ik denk dat dat wel leuk is. Ik pak er altijd een heel dun kwastje voor. Ik heb nog wel eens dat als ik hem in mijn binnenkant van mijn ooghoek aanbreng, ik kan beginnen te tranen. Als ik een grof kwastje heb. Zo. Nou, ik zal de look even verder afmaken. Ik zal even een foto in beeld zetten hoe het eruit ziet zonder mascara, oogpotlood en een eyeliner. En ook eventjes hoe het eruit ziet met oogpotlood, eyeliner en mascara. Want ik merk dat het een beetje lastig is qua licht om het jullie duidelijk op camera te laten zien. Maar dan ben ik zo bij jullie terug en dan gaan we de lipstick aanbrengen.
Oké, dan gaan we nu de lipstick aanbrengen. Ik ga dus voor de roze kleur, wat ik al zei. Ik ben wel heel erg benieuwd wat die gaat doen. De paarse was niet heel erg intens, vond ik zelf. Maar ik ben wel benieuwd naar het resultaat hiervan. Dus nou, daar komt die. Hij glittert wel heel mooi. Ik moet zeggen dat ik hem er wel leuk uit vind zien eigenlijk. Hij heeft een mooi glittertje erin zitten. Dus ja, ik vind hem eigenlijk wel heel leuk. Ja, je ziet de glitter wel. Ik merk wel dat ik zelf wat droge lippen heb. Maar ik vind hem echt wel heel erg leuk eruit zien zo. Nou goed, dan waren dit de producten van de Limited Edition Pearl Glaze. Ik moet zeggen, het oogschaduwpalet heeft het opbouw nodig. De blush is heel intens, maar het heeft dus echt wat opbouw nodig om goed tot zijn recht te komen. Op zich ziet dat er niet heel verkeerd uit, maar het is niet een hele zware look. Dus op zich zou het inderdaad wel een look voor alledaags kunnen zijn. Voor als je naar school gaat of naar je werk of wat dan ook. Maar echt voor de stijlvolle gelegenheid zou ik denk ik toch voor wat donkere kleuren kiezen. Omdat ik toch merk dat het pigment echt opgebouwd moet worden. De lipsticks vind ik echt wel heel erg leuk. De roze is donkerder dan de paarse. De paarse is iets lichter. Die heeft ook wat meer opbouw nodig. Maar als ze eenmaal op zit, kleurt het wel heel leuk. Heeft het een hele leuke glitter. Dus dat vind ik wel heel tof. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie van deze collectie vinden. En of jullie hem al hebben gekocht of ervoor naar de winkel zouden gaan. Ik vind het in ieder geval wel heel leuk om geprobeerd te hebben. Want het geeft toch weer net wat anders weer. Maar net wat ik zeg, het is altijd een beetje een gok. Omdat ik wel de ervaring heb dat de oogschaduw van Catrice niet altijd even heftig is. En dat merk ik bij deze ook wel. Maar op zich is het wel heel leuk. Ik hoop in ieder geval dat je het heel leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!